Ik heb mezelf weer verwend met de Celebrate Books Box. Dit is de Jenna Blum Book Box. Hier zit haar nieuwste boek in. De box van de maand, volgens mij november, komt ook nog. Dus daar komt ook nog een filmpje van. Maar daarvan weet ik dus niet welk boek het zit. Hier zit haar nieuwste boek in. En als ik hem open doe, dan zie ik als eerste de Celebrate Books, boeken leggen. I Spent My Life Crushed Beneath My TBR Pile. Die is wel erg leuk. De boekplate, Happy Reading Jenna Blum. Het kaartje. Celebrate Books, Dalt November Jenna Blum. Met wat erin zit. Als eerst, Let's Do This is een notitieboekje. Het notitieboekje is een samenwerking tussen mevrouw Knot en Dreamkey. Door het kleine formaat kun je het makkelijk meenemen in je tas. Dan heb ik iets uitpakken is best lastig. Wat zit erin? Oh, kaartjes. Daarnaast vind je nog een set cadeaukaarten. Dus dit is ook, hier staat ook bij. Voor je ligt de eerste Celebrate Books Box met een boek voor volwassenen. Ter gelegenheid van de verschijning van het nieuwe boek van Jenna Blum stelden wij deze box samen. En een tasje. Ja, deze is leuk. De linnen tas is van Blossom, van het merk Blossom Books. Het boek, maar er zit nog een velletje op zijn hol, op zijn kop. Stickers in. Het stickervel is ontworpen door Nienke, het gezicht achter Dreamkey. Die zijn wel heel schattig. En alleen nou nog het boek. En ondanks dat het al bekend is welk boek het is, hebben ze nog wel ingepakt. En dat is wel erg leuk. En dit is het boek. De verloren familie. Ik heb het familieportret en de bakkersdochter heb ik al van haar. Dus ja, ik zie van, ik wil deze ook wel heel graag hebben. En ja, dit soort boeken vind ik heerlijk. Ik hou hier wel van. Dus dit was de Jenna Blum Box.